Rieders hier van de Health Trainer Academie en in deze video gaan we het hebben over progressie maken in de gym. Als jij in de sportschool met gewichten traint, zijn er vele manieren om progressie te maken. Maar in deze video gaan we het specifiek hebben over lineaire progressie, dus het ophogen in gewicht. Hoe en wanneer kan je dat nou het beste doen? Dat ga ik uitleggen in deze video. In deze video gaan we het dus hebben over lineaire progressie. Dus op het moment dat jij met gewichten traint in een sportschool, hoe ga je dan ophogen in gewicht? Dat gaan we behandelen in deze video. Maar voordat ik dat ga doen, is het belangrijk om eventjes te vertellen waarom progressief trainen belangrijk is. Voor de mensen die dat niet weten. Progressief trainen wil eigenlijk niks anders zeggen dat naarmate de tijd vordert en hoe meer tijd we doorbrengen in de sportschool en hoe meer effectief we trainen, hoe meer spiermassa en kracht we op zullen bouwen. Uiteindelijk zullen we dus steeds een klein beetje meer moeten doen om ervoor te zorgen dat we ons lichaam een bepaalde prikkel, een bepaalde stress bezorgen, waardoor het de noodzaak ziet om te veranderen. Want dat is het hele idee van trainen. Wat we eigenlijk willen op het moment dat we naar de sportschool gaan, is proberen meer spiermassa op te bouwen en sterker te worden. Ons lichaam is een superslim mechanisme. Dus op het moment dat wij continu hetzelfde doen, maakt niet uit wat voor sport jij voor traint, maar we hebben het nu specifiek over krachttraining. Maar op het moment dat jij continu hetzelfde doet, dan raakt jouw lichaam daar op een gegeven moment aan gewend. Als je dan datzelfde blijft doen, ziet jouw lichaam geen noodzaak meer om te veranderen. Progressief trainen is dus essentieel als jij dus progressie wil blijven maken. Want jij moet jouw lichaam dwingen om die verandering te maken. En dat kan alleen maar door ons lichaam een bepaalde trainingsstress te bezorgen die hij eigenlijk nog niet gewend is. Dus op het moment dat wij een training doen en wij trainen op een bepaalde manier die zo zwaar is dat ons lichaam die niet gewend was, dan zal ons lichaam daarvan herstellen en uiteindelijk adapteren om ervoor te zorgen dat die prikkel van die laatste training de volgende training beter aankan. Hoe meer ervaring jij krijgt in de sportschool, hoe moeilijker het zal worden om progressie te kunnen maken. Dus als jij bijvoorbeeld een beginner bent en je begint met krachttraining, dan is bijna alles wat jij doet is een nieuwe stress voor jouw lichaam, omdat jouw lichaam nog niet zo heel veel gewend is. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld langer dan 6 maanden tot een jaar in de sportschool effectief traint, dan zal het steeds moeilijker worden om meer kracht, meer spiermassa op te bouwen. Dat proces zal steeds langzamer gaan. Op het moment dat jij dan niet progressief traint op de juiste manier, dan zal je heel snel tegen plateaus aanlopen waar je uiteindelijk niet meer doorheen komt. En daarom is progressief trainen ontzettend belangrijk. We zullen dus moeten zorgen dat we iedere keer, en dat wil niet zeggen dat dat iedere training is, zeker niet als je meer gevorderd bent, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld iedere paar weken progressie maakt. Maar we moeten proberen, en dat is eigenlijk de essentie, om iedere training iets meer te doen dan de vorige training. En dat zou perfect zijn. Op het moment dat we progressief willen trainen, dan is het eigenlijk essentieel dat we naarmate de tijd vordert, dat we steeds iets meer doen. Wat dus wel super belangrijk is, is dat jij traint met een trainingsschema. Want als jij niet traint met een trainingsschema en je houdt dus niet bij wat je doet, dan is het ontzettend moeilijk om progressief te trainen. Eigenlijk onmogelijk. Want je kan niet zomaar die gym inlopen elke week en onthouden exact wat je die vorige week hebt gedaan. Met welk gewicht, hoeveel herhalingen, etc. Dus trainen met een trainingsschema is iets wat ik echt iedereen aan zou raden. Wat wij met onze klanten doen is, onze klanten geven wij een trainingsschema. Dat trainingsschema bestaat uit bepaalde oefeningen. Dat zijn hoofdzakelijk zijn dat compound oefeningen, dus de zeg maar zwaardere technische oefeningen waar over het algemeen meerdere spiergroepen en gewrichten bij betrokken zijn. En dat vullen wij aan voor hypertrofie met een aantal isolatieoefeningen. Dus waar we iets meer volume mee draaien, bijvoorbeeld ook voor specifieke spiergroepen als de armen of de schouders, kuiten, etc. Dat trainingsschema, dat bestaat uit oefeningen en dat bestaat ook uit een bepaald volume. En dat volume is opgedeeld in sets, een hoeveelheid sets per oefening. En daar doen we een bepaalde hoeveelheid herhalingen in, met een bepaalde hoeveelheid gewicht. Wat wij meestal aangeven in onze trainingsschema's, om het makkelijk te maken, is een rep range. Dus wij zeggen tegen onze klanten, op een bepaalde oefening moet jij ongeveer uitkomen tussen de 8 en 12 reps. Dus het gewicht moet zo zwaar zijn dat jij ongeveer tussen de 8 en 12 reps uitkomt. En dat jij dan een aantal reps van falen wegblijft. Dus zo geven wij dat meestal in het schema aan. Dat tot falen trainen of reps vanaf falen, dat ga ik een keer in een andere video uitleggen. Alleen nu gaat het eigenlijk specifiek om dat gewicht. Stel dat iemand dan 3 sets moet doen. Ongeveer tussen die 8 en 12 rep range.
Die persoon die traint haalt alles uit die sets. En die komt in die eerste set komt die, tot 12 reps. Die tweede set komt hij tot 11 reps. En die derde set komt hij tot 9 reps. Wat een heel natuurlijk verloop zou zijn op het moment dat je in de sportschool traint. Als je dan kijkt naar die week daarna, dat die persoon bijvoorbeeld, als dat een benchpress was, weer die benchpress gaat doen, dan zouden we het liefst iedere keer iets meer doen, zodat we progressief trainen. Als je er heel simpel over nadenkt, dan zouden we in principe 1 rep meer kunnen doen en dan hebben we al progressie gemaakt. Dus stel dat die persoon dan op die benchpress 12 reps doet, 11 reps en die doet 10 reps, dan heeft hij in principe al progressie gemaakt. En zo makkelijk kan het al zijn. Maar stel dat die persoon alles uit die sets haalt en die is een stuk sterker dan de week ervoor. Dus jouw lichaam die heeft zich geadapteerd aan die stress van vorige week. Die is sterker geworden en deze week doe jij maar liefst 13 reps, 12 reps en 12 reps in 3 sets. Dan zit je eigenlijk aan de bovenkant van die aangegeven rep range. Want wij hebben aangegeven dat je ergens tussen de 8 en 12 uit moet komen. Op het moment dat je dan aan de bovenkant van die rep range zit, dan is het eigenlijk nodig dat jij gewicht verhoogt. En bij compound oefeningen kan je de keuze maken om dat met het kleinste increment te doen. Zo noemen we dat, maar eigenlijk increment staat voor het kleinste gewicht wat bij jou in de gym beschikbaar is. Bij ons in de sportschool hebben ze bijvoorbeeld voor barbells hebben ze schijfjes van 1,25 kilo. Op het moment dat jij dan een benchpress zou doen en jij wil gewicht verhogen, dan verhoog je dus met 2 schijfjes van 1,25 en dan kom je dus op een verhoging van 2,5 kilo. Je zou ervoor kunnen kiezen om op compounds misschien met 5 kilo per keer te verhogen. Dus op het moment dat jij merkt dat jouw training makkelijk gaat, dan zou je dus kunnen verhogen op de volgende training naar 5 kilo extra erbij. En dan om te kijken hoe dat dan gaat, waar je dan qua rep range uitkomt. Maar waar het om gaat is, en wat wij meestal aanraden, is om in ieder geval, als je aan het einde van die rep range aankomt, om dan gewicht te verhogen. Niet eerder. Dus stel dat jij nog die 3 sets moet doen en je hebt een bepaald gewicht gekozen en jij komt op 10, 9 en 8 reps, waar je een beetje aan de onderkant van die rep range zit, dan raden wij niet aan om dat gewicht te verhogen. Alleen als je aan de bovenkant van die rep range uitkomt. Stel dat dat het geval is, dan hoog je dus op met het kleinste gewicht wat beschikbaar is. In onze sportschool is dat dus 2,5 kilo, 2 schijfjes van 1,25. Die verhoog je die week daarna en dan ga je kijken waar je uitkomt. Stel dat je dan 3 sets doet, ja, en je komt op 11 reps, 10 reps en 8 reps uit, omdat het gewicht zwaarder is geworden, dan is dat perfect, want dan is dat juist wat je wil. Wat je dan gaat doen, is zorgen dat jij met dat nieuwe gewicht, dus wat verhoogd is, ga jij zorgen dat je weer richting het einde van die rep range, dus weer richting die 12 reps gaat, met name in je laatste set. Lukt dat dan weer, stel dat dat die week daarna alweer lukt, dan hoog je die week daarna alweer gewicht op. En zo blijf je dus bezig, met name met compound oefeningen, om dat gewicht op te hogen. Wanneer het kan. Dus het gaat er niet om dat jij zoveel mogelijk altijd maar erop gooit om bijvoorbeeld proberen stoer te doen. Het gaat niet om ego. Waar het om gaat is dat je met goede techniek traint en dat je alles uit je sets haalt en dat je verstandig het gewicht ophoogt. Nou, en dat kan dus het beste lineair met gewicht. En dan hoog je dus het kleinste increment op. Dus het minimale gewicht wat op jou in de gym beschikbaar is, dat zou je op kunnen hogen. Stel dat je nou heel gevorderd raakt en dat je op een gegeven moment echt tegen hele hoge gewichten aankomt, waarbij ophogen steeds moeilijker wordt, dan zou je er zelfs voor kunnen kiezen om microplates te bestellen. Dus dat zijn hele kleine plaatjes, die kun je online bestellen, die kun je ook op een barbel doen. En die zijn bijvoorbeeld 100 gram per schijfje. Dus op het moment dat je dan ophoogt, dan hoog je bijvoorbeeld maar 200 gram op. Ophogen met gewicht op die manier bij compound oefening is eigenlijk het slimste wat je kan doen. Want wat je wil is niet zo snel mogelijk progressie maken. Je wil natuurlijk wel snel progressie maken, maar eigenlijk wat je wil is niet de grote stap. Je wil iedere keer een klein beetje ophogen, waardoor je minder snel tegen plateaus aan zal lopen. Als jij heel snel gewicht ophoogt, dan is de kans groter dat jij sneller op een punt komt waarbij je dus tegen een plateau aanloopt en dus niet meer verder komt. En dan zal je dus iets moeten veranderen. Maar wat wij eigenlijk aanraden is om altijd zo langzaam mogelijk dat gewicht op te hogen, zodat je zo lang mogelijk progressie kan maken. Nu progressie maken op isolatieoefeningen, want dat is een ander verhaal.
Als je kijkt bijvoorbeeld naar een compound oefening en je drukt bijvoorbeeld 100 kilo bij een benchpress. Als jij daar 2,5 kilo bij doet, dan is die ophoging maar een heel klein percentage van het gewicht wat jij omhoog bent gegaan. Bij isolatieoefeningen is dat vaak anders. Als jij bijvoorbeeld een lateral raise voor je schouder doet, en jij doet dat met dumbbells van 8 kilo, en je gaat ophogen naar 10, dan heb jij in één keer een verhoging van 20%. Dat is enorm veel. Dat is ook heel lastig om te doen. Dus ophogen bij isolatieoefeningen is een stuk moeilijker en zal ook een stuk langzamer gaan. En daarom raden wij aan onze klanten altijd het volgende aan. Op het moment dat jij een isolatieoefening aan het doen bent en jij houdt je aan een bepaalde rep range. Dus stel dat wij een isolatieoefening aangeven en wij zeggen, hey, jij moet 15 tot 20 reps doen voor die oefening. Dan geldt eigenlijk hetzelfde principe. Dus als je aan de bovenkant van die rep range uitkomt, dan ga je proberen om gewicht te verhogen. Op het moment dat dat niet lukt, ja, dus stel dat jij dat lateral raise doet met 8 kilo dumbbells en jij zit in die rep range van 15 tot 20 en jij komt aan het einde van die 20 reps uit. Stel dat jij dan die week daarna probeert om 10 kilo dumbbells lateral raise te doen, maar jij komt dan niet binnen die rep range uit, dan is dat in principe niet zo'n heel groot probleem. Want die 10 kilo is toch een verhoging, is een hele grote verhoging. Maar je moet er dan rekening mee houden dat je misschien niet tussen die 15 en 20 uitkomt, maar eerder misschien tussen 8 en 12, 8 en 15. Je moet je afvragen of dat een probleem is. In onze ogen is dat geen probleem, want je bent verhoogd qua gewicht. Ja? Je geeft je lichaam een nieuwe stress. En de kans dat je dan progressie maakt is heel groot. Alleen houd er dan wel rekening mee dat je eigenlijk misschien wel lager in die rep range uitkomt. Dus dat je niet meteen binnen die 15 tot 20 uit zal komen. Op het moment dat dat dus lukt, dus dat jij met 10 gaat trainen, met 10 kilo bij die lateral raise, en je komt dan ongeveer tussen de 8 en 15 reps uit, dan is dat dus geen probleem. Wat je dan moet doen in die trainingen daarna, is proberen iedere keer meer reps te doen, totdat jij ze sterker wordt en uiteindelijk misschien wel weer richting die 20 reps per set gaat. Op het moment dat jij dat doet, dan ben je dus van ergens tussen de 8 en 15 reps met die 10 kilo, richting de 15 tot 20 reps ergens, het liefst richting die 20 gegaan. En dan ben jij dus een heel stuk sterker geworden. Daar zal je best wel lang over doen. Dus dat wil niet zeggen dat dat meteen binnen een week lukt of binnen 2 weken. Het kan zijn dat daar een aantal weken overheen gaan, meerdere weken. Maar dat is niet erg. Iedere week dat jij bezig bent en iedere week dat je dan iets meer reps doet, dan maak jij progressie. Dus dan hoef je dat gewicht niet iedere week op te hogen. Zorg er dan voor gewoon dat je meer reps doet. Als jij dan uiteindelijk met die lateral raise van 10 kilo dan weer bovenaan die rep range uitkomt, dus dat jij alle drie de sets ongeveer richting de 20 uitkomt, dan kan jij proberen om dat gewicht weer te verhogen en hou er dan wel rekening mee dat je weer dan waarschijnlijk met die 12 kilo, want dumbbells gaan meestal per 2 kilo omhoog, dat je dan weer een stuk lager uitkomt en dat je weer eerst op zal moeten bouwen in herhalingen in plaats van dat je dat in gewicht doet. Nou, dit was hem voor wat betreft ophoging in gewicht. Compounds is dus een stuk makkelijker en zal over het algemeen, zeker als beginner of intermediate, iets sneller gaan dan dat je gevorderd bent. Ophogen in isolatieoefeningen is lastig, omdat het percentage van gewicht waarmee je ophoogt een stuk groter is. En daar zal je dus uiteindelijk meer herhalingen moeten doen om ervoor te zorgen dat je elke keer weer tegen die top van die rep range aankomt. Zorg ervoor dat je dat doet. Zorg ervoor dat je lineair progressie maakt in de gym. Zorg ervoor dat je sowieso met een trainingsschema traint. Dat is heel belangrijk en dat je bij gaat houden wat je doet. Anders is progressie maken sowieso moeilijk. Nou, dit was hem voor deze video. Ik hoop dat je er weer iets van hebt geleerd. Vond je deze video tof? Geef hem even een like. Wil je meer video's van ons zien? Meer toffe info over krachttraining en voeding? Abonneer dan op ons kanaal. Druk even op de notificatiebel. Dan krijg je een melding als wij een nieuwe video uitbrengen. En dan zien we jou weer in de volgende video.